Konijnen grazen wat af in de duinen. Ze grazen dicht bij hun holen om snel in veiligheid te zijn als er een roofvogel overkomt. Ze grazen het gras mooi kort. Dat is fijn voor de duinviooltjes. Die kunnen nu groeien. In te hoog gras lukt dat niet. Konijnen en duinviooltjes helpen elkaar zo. Maar het wordt nog leuker. Ze helpen ook nog een ander dier. Paalmoervlinders. Deze vlinders hebben duinviooltjes nodig. Ze eten het nectar en leggen er hun eitjes op. Ook de rupsen van de paalmoervlinder leven van en op de duinviooltjes. Konijnen, duinviooltjes en paalmoervlinders leven lekker samen in de duinen. De een heeft de ander nodig om te kunnen leven.